you want. Yeah. We back. Pow. What's up, chat? You zijn alweer live. We zijn bij episode 13 van Life Rider, fase 1. Je hebt kunnen zien in de intro, fase 1 is Speed Beats. A.k.a. ik probeer zo snel mogelijk een beat te maken. Dat begon heel braaf onder het uur. En nu zijn we de laatste episode 3 uur doorgegaan. Tweede beat erbij gebouwd. En de ene Niels Broos een ideetje had van welke knop ik in moest drukken. En toen ging er een hele nieuwe wereld voor me open. Dat was crazy. We hebben al in chat, first time chatter, let's give him a warm welcome, Delano Brandon, what's up buddy? Saying, meteen gewoon met gesterkt been, met de deur in huis, every day is a new lesson to be learned and I'll keep learning till the day I die. Hell yeah, bro, I'm with that. Lots of lessons being learned right now. Ik zit zelf ook in een fase in het leven dat je gewoon smack, allemaal nieuwe werelden op je krijgt. En je moet wel leren gewoon. My purpose in life is to show the world that love is the answer. Altijd is love the answer. We gaan gewoon door. We gaan het gewoon blijven proberen. Keerkreft zegt glitch lit, whatever that means. Yeah. I'm with that. I think it sounds like a DJ. DJ Glitchlit. Een greepgroet zegt, let's get it. Iedereen is ready to go. Lekker bezig. What's up, guys? Zegt Delano Brandon. So, yeah. We got this. Het is weer een episode. Het is weer een maandag. We gaan om 9 uur proberen op de maandag. See what happens. We hebben donderdag om 9 uur geprobeerd. It was interesting, maar some Russian guy decided to invade a country. And so there was a little competition for attention that night. Maar desalniettemin was het een hele zieke rabbit hole. Dus we hebben echt met een heel select groepje een hele zieke beat zitten bouwen. Sterker nog, 2 beats zitten bouwen. Met hele nieuwe technologies die ter plekke werden geadviseerd in de chat. So, shout-out to Niels Broos die er was. Dolle boel, wie weet sluit hij wel weer aan. We gaan het zien. Sowieso, anybody, everybody, welcome. Life Writer is een basically project waarin ik mijn nieuwe plaat maak, maar dan met jullie als inspiratie. So, dat doe ik in fase 1 met beats. En dat betekent dat jullie in chat jullie leven gooien. Gewoon what's going on, maakt niet uit. Het kan zijn dat je aan het koken bent voor je kinderen. Het kan zijn dat je een hele harde spliff aan het smoken bent om je verdriet te verdrinken. Het kan zijn dat je een arm kwijt bent. Het kan zijn dat je een kind rijker bent. Het kan alles zijn. Kierkreft zegt terecht, what doesn't kill you hurts you longer. That is definitely true. Unless you recover, man. Jeez, there's a way up as well. Maar nee, ik voel je. And hey, love hurts as well, and we all want that, don't we? Fill Pandora's boxes, zegt Delano Brandon. Good, throw them all out there. Gooi die boxes op tafel, open ze voor ons, see where it ends, see where it starts. Er is hier geen schaamte, er is hier geen spot in de zin van, behalve zelfspot. We zijn allemaal ready and willing to throw our lives on the table. Ik als eerste. Jullie weten what's going on met mij. En als er weer some shit gaande is, ik gooi mijn leven op tafel. Ik hoop dat jullie hetzelfde gaan doen. Okay, Digital, welcome back. Wie/wat geeft je licht in het donker? Veel mensen zitten in shelters, bro. That's true. That is definitely true. We hebben een front in Europa. Fucking hell. Been a while, guys. It's been, fucking hell, it's been a while. It's been, what is it, 45 was het? Nee, we hadden natuurlijk in de 80s hadden we Srebrenica en shit. There's been war. There's been war en ook al was het buiten Europa. Freaking Eerste, Tweede, Golfoorlog, freaking, Jesus man. War keeps coming back. It's nuts. It's crazy. And meanwhile gaat het leven gewoon door, right? Maar ja, shout-out aan de Oekraïners die fucking dapper aan het terugstrijden zijn tegen een giant-ass army. Zo hard dat ene meneer Poetin even 2 keer moet nadenken over zijn volgende zet. Want die had het de boel een beetje onderschat. So. I guess that's a glimmer of hope. Maar goed, het blijft een massive
underdog situation. En het is scary times, man. Als er nukes in stelling worden gebracht. We dachten allemaal dat de vorige move bluffen was. What if this one isn't either? Gaan we dan eindelijk die koude oorlog toestand tot een uiting zien komen? That's a scary ass thought. Maar laten we er vooralsnog niet van uitgaan. En kijken wat er in onze levens gaande is. Want hey, je moet door, right? Zelfs in times of war, your life matters. Because if not your life, whose is it for, right? Het is allemaal uiteindelijk voor ons. Which is a crazy thought, but it's true. 03 adolescents hit like a truck today. Huh, J. Cole, wow. J. Cole is een lyricist ook, hè? Tuurlijk. Yeah, that's how shit comes back, man. Shit from back in the day catches up to you. Ik weet er alles van. Soms loop je met dingen. En ik heb voor mijn vorige record uitgeweid over mijn epilepsie. Hey, we hebben een volger erbij. Just too kind. Welcome back. I mean, welcome to the gang. En It's Kim zegt goedenavond. We hebben volgens mij gasten. volgens mij worden we geraid at this time. Volgens mij is de ene Akuma Jin in the house. Ik zag iets gebeuren, een melding gebeuren, so I can't wait. Nee, sister, I see a new background. No, you don't. I hope not. Maar je ziet wel een nieuwe animation. Je ziet een nieuwe animation bij nieuwe followers. It's beautiful. It's beautiful. We hebben twee nieuwe volgers en ik zie de animatie van Job Kind. De man die ook deze illustratie heeft gemaakt en all this shit. Dat is Job Kind, die is als special guest ook in de episode geweest al. Anyway, ja, it's getting cozy. We gaan in chat eens even levend schrijven. Goedenavond. Laat me voor de nieuwkomers even uitleggen. Dit is Life Rider. Life Rider is basically... Ik pas die een nieuw album maakt. En ik doe dat op basis van mensenlevens. En niet alleen meer mijn eigen leven. Because everybody should write their own life. Maar ook jullie levens, right? Dus fase 1 heet Speed Beats. Faka Rizaya, welkom. First time chatter. En speedbeats means, ik ga een beat tikken binnen, laten we zeggen, een uur. En als het gek is, dan gaan we door. Als het heel gek is, zoals de vorige keer, dan bouwen we er gewoon nog een. En ik doe dat op basis van de energy in chat. Dus als jullie zeggen van, yo, make a war chant, dan maak een war chant. Maar het kan ook iets heel kleins zijn, like someone in the kitchen fucking cooking up some food and... Ik heb een keer pannen erbij gepakt en met pannen ingespeeld en all that shit. So, right now is very direct. Right now is super real. Was jij niet bij No Man's Land 19? Ja, dat zou best kunnen, Rizaya. Dat zou best kunnen. Ik heb wel samengewerkt ook met de coöperatie. Sterker nog, coöperatie is een fusie van mijn oude stichting, Stichting Habeck, waarmee ik festivals deed en parties in Utrecht, de hip-hop movement. Dus ik ben daar in het begin sowieso betrokken bij geweest. En No Man's Land heb ik wel een paar keer... aan meegedaan als host of als panel-lid of zo. So yeah, that's me, man. Fucka. Welcome. Welcome to the crew. Good that you find us. So yeah. Ah, okay. Akuma Tabi hosted me for 7 viewers. That's good. That's good. What's up, Akuma? What's up? Je kan me wel herinneren, inderdaad. Ja, precies. Hey, nice. Cool. Ik weet niet wat ik toen aan het doen was, man. What's up, dog? Welkom, welkom. Zat ik met Gaten, geloof ik, toch? Oh, dat zou kunnen, ja. Dat zou heel goed kunnen. Ja, bro, along the years. Ik loop al 20 jaar rond in deze hip-hop game. Dus ik heb in oneindig veel panels gezeten met oneindig veel andere artiesten en managers. En whatever kinds of movers en shakers. Oh, is Kim zegt, Akuma probeerde te reden, maar lukte niet. You failed as well. Reden werkt niet. Dan gaan we snel naar kijken. Ja, that's what I said. Okay, so it's not me. Hey, it's not the boomer noob. Bij de humanoid, het is gewoon actually technology failing. Akuma Tabi gaat me helpen. Nice. Het is altijd lekker als je ontdekt dat het niet in jou ligt, toch? Dat is nice. Oh, nice, nice. Oh, je hebt even wat episodes teruggekeken. Nice, nice. Of, oh. Oh, wat heb je het over? Oh, Lowlands, Pinkpop. Oké, okay, damn. Mijn oude shit ben je terug gaan kijken. Ja.
Even zien wie de goat is. Hey. Pas op, hè. Pas op mijn ego. Boomer Noob, indeed. Snake 60, ik ken me lang genoeg vandaag. Ja, man. Hey, maar wat is met jullie dan? Wat is met jullie? Hoe gaan de levens? Wat is deze week voor je geweest? Vertel het. Als je denkt dat ik het niet tegen jou... Ik heb het definitely tegen jou. Ik heb het tegen Riazaya. Ik heb het tegen Iskim. Ik heb het tegen allemaal nieuwe peoples. Ik heb tegen Kia Kref, de man die al eerder in chat was. Everybody, talk to me. What's going on in your lives, man? Dan gaan we er een beat op bouwen, toch? Oké, Digital zegt al, wie wat geeft je licht in het donker? Veel mensen zitten in shelters, bro. Ja, dus licht, dat vind ik alvast een mooie. Licht in het donker is zo'n dingetje. Ik heb wel jouw driekwarts broek geflamed, sorry. Oké, damn, bro. Got me some slacks, if you will. Got me some slacks. Because, you know, it was fashion back in the day, bro. It's shit aged. That's how it works. Hey, I stand by my driekwarts broek, jongen. It's life. I was lekker fresh and all good. It did age. I'll give you that. Ik heb nog nooit zo strakke broeken gedragen als vandaag de dag, jongen. And that's thanks to my wife. Anders heb ik waarschijnlijk nog steeds in die fucking cargo pants gezeten. So, yeah. I got lucky. My wife's in fashion, so. Ik heb geen kleren meer aan. Ik heb denk ik geen kleren meer in mijn kast die ik ooit zelf heb gekocht. Ja, misschien een paar dingen van Sint Maarten waar ik ooit triple, quadruple en quintuple XL shirts heb gekocht. Echt gewoon die zeilen gewoon. Ik ben al huge toch, maar je weet wel. Misschien heb je dat gezien in die video's met Kite. Toen had ik die al. Dat was voor die tour heb ik die gehaald, dus... Je ziet mij daar ook in een giant-ass lion shirt en dan een witte hoodie aan en shit. Dat is allemaal, komt allemaal van Sint Maarten. Daar ben ik toen met Reason geweest. En je kan dus heel vaak op YouTube nakijken. Als je Reason, Pax and Reason, go Sint Maarten YouTube, dan zie je een basically een vlog van die trip. 10 minuten lang zie je mij met een kale bats daar op Sint Maarten rondlopen. En in studio's met de local boys klappen en shit. Dat is keihard. Gaan we nog een keer kijken. Cargo pants worden weer hip, hoor. Ja, als je lang genoeg wacht, it's gonna happen. It's gonna happen. Anyway. Ja, what's up with you guys, man? What's up with you guys? Met mij was het zo dat afgelopen weekend was mijn zoon jarig. Die is 5 geworden. Lego-trein gebouwd. Dat was een fulltime job. Ik ben de hele weekend bezig geweest met bouwen. So, that's my life. En ja... Voor de rest gewoon same old, taking care of a dad, who's old met Parkinson, weet niks meer, zo. Hij herkent ons nog, so that's good. En ja, gewoon Fatou's veel taart, heel chill. Ik kan niet zeggen wat Kiteman op de achtergrond aanzetten. Ja, sowieso geen Kiteman, maar ik zou wel eigenlijk even Poku op de achtergrond moeten aanzetten. Heb je ook gelijk in, die ga ik even erin hangen binnenkort. We gaan sowieso even kijken wat voor sounds we kunnen gaan maken, man. Ik wil wel even... Die licht in het donker vind ik nice. Heeft iemand anders nog inspiraties? Licht in het... Draag cargo gewoon, ja toch? Nice, Rizai. Thanks for the fashion support, bro. Congrats, dog. Yeah, thanks, man. Hij is 5. En hij leest al en alles. Het is nuts. He's a little super intelligent kid. Dus ja. En zijn ma is zo chill met hem. Ze gaan naar fucking opera's en shit. It's nuts. Kia Kref zegt nog gefeliciteerd met je zoon. Yeah, thanks. Appreciate it. Het was een beautiful weekend. En hij begint zoals ik. Hij heeft van mij afgekeken. Ik doe niet verjaardagen. Ik doe verjaarweken, toch? Dus voor mij, ik ben gewoon een week jarig. Kim zegt nog gefeliciteerd, thanks. Ik ben gewoon een maand bezig met jarig. Of een week bezig met jarig zijn, right? Want ik vind een dag gewoon te weinig. Want ik moet altijd een beetje op gang komen, toch? Ik moet altijd een beetje losweken, zo. Dus ik begin gewoon met jarig zijn, al een paar dagen van tevoren. En dan eindig ik pas een week later. Same to be honest, zeg ik, kom maar. Ja toch? That's how it should work. En dus, Lee heeft dat nu door, mijn kleine. En die heeft zoiets, oh, dat wil ik ook wel een week. Dus die heeft nu zijn birthday party met de kids gehad afgelopen zaterdag. En nu komende zaterdag komt zijn hele Surinaamse familie. Komt bachao maken en shit. Dus daar heeft hij gewoon basically van zaterdag tot zaterdag verjaardag. En nu is hij gewoon elke dag met mama. De vakantie is toevallig nu ook. Dus hij heeft schoolvakantie. Dus hij is elke dag met mama gewoon epic shit aan het doen. So it's birthday week with us. Oké, daarom ook een late B-day stream gehad. Oh, right. Same to be honest. Als in
fucking birthday weekend dat Commentai beat. Exactly. Commentai beat is jaar geweest ook. Everybody, congratulate the boy. Hoe oud ben je eigenlijk geworden, Akuma? That's what I want to know. I mean, my son is 5. En je weet, ik ben 22. Maar hoe oud ben jij geworden? 23. See, oude sok. See? Je bent oud. Breng taart naar de man, zegt Grapefruit. Sowieso. Make some calls. Order one. Let's do this. Alright, so birthdays, licht in het donker. What else? What else, people? Had je vader kunnen zijn, grap daar. Ja, Commentai Beat. You're the boomer. You know what I'm saying? Je gaat de bakker bellen. Jij, Grapefruit. Jij bent de manager. Jij belt alles en iedereen. Vorige keer heb je al Kanye gebeld. En wie nog meer? Je had nog iemand. It was happening. Oké. We gaan associëren. Iemand zei licht in het donker, right? Which is beautiful. Want het is een dark time in Europe. En we gaan proberen licht te maken, right? Dus ga daar eens op door. Gaan jullie eens even door inspireren. Oké, okay, Digital zegt, is dat niet het ding? Vuurwerk hier voor een birthday, vuurwerk daar voor another. Wow. Ben Hartman, reason, yep. Yep. 100%. Oeh. Ja, vuurwerk. Fuck yeah. Licht in het donker. Fireworks. I like this. Keep going. Keep talking. I'm gonna make some notes, man. Licht in het donker. Fireworks. Hey, trouwens, ik heb ook een dope. Dat moet ik ook even vertellen. Fireworks. Ik heb dus een dope connect gemaakt vandaag. Lekker toch? Zo'n RGB ringetje hoor. Waar dan? Wat, deze? Ja, hè? Ja, zo. Ze staat even in beeld, hè? Oh, niet uit. We moeten die toets ook een beetje zien. Oh. Anyway, ik heb een dope die lichtring, ja, hè? Nee, het is alleen wit, ja. Ja, het is wit en geel, geloof ik. Zo, ja. Nee, ik zit dus even anders. Ik zit nu omgedraaid en op van normaal. Want dit is de studio van Rogga. Ik ben hier te gast op de Kanaalweg in Utrecht. En hij is aan het verbouwen. Dus ik had zo'n marmeren tafel, die stond hier. En dan had je zeg maar de artwork op de achtergrond. Dat was deze. Even kijken. Zo. Die had je op de achtergrond. Maar nu heeft hij de table zo gezet. Dat het even zo staat. En all that shit, zo. So. Like, fine. I'll just work with this. It's all good. Maar dan moet ik een beetje improviseren qua plaatsing. Anyway, ik had zo'n dope connect op Insta in de DM's earlier today. Want, hoe heet het? Ik heb dus, sommige van jullie weten, die al longtime viewers, weten dat ik in een serie heb gespeeld. Voor het eerst in mijn leven geacteerd heb vorige maand. Which was nuts. En dat was een sikke ervaring. Want de eerste keer dat ik heb 2 shoots gedaan. De eerste shoot moest ik in een soort van therapie sessie een rol spelen. Mijn rol is therapeut in die serie. En ik moest in een scène tegenover een meisje spelen die in een rehab clinic zit. En die werd behandeld. En in zo'n soort van positioneringstherapie. Dus in een ruimte met alle andere therapiegenoten en therapeuten die in de room waren. Die moesten rollen spelen voor haar. Zeg maar van belangrijke mensen in haar leven. Right? En toen moest ze dan die mensen in de ruimte zetten. En praten over wat die betekenen. Wat voor plek die hadden in haar leven. Right? Dat schijnt trouwens een hele goede therapie te zijn. Het schijnt heel goed te werken. En bleek dat haar grootste trauma in het verhaal dus het overlijden van haar zusje was. En toen wees ze mij aan in die kring om haar zusje te zijn in die scène. Right? Dit is allemaal een scène. En dus werd ik in die ruimte gezet en keek ze mij aan en moest ik wat tegen haar zeggen. En moest zij dan in huilen uitbarsten. En ik had nog nooit een goede acteur gezien. Dus voor mij was het echt van... Oh. Ik zat echt, terwijl ik daar een beetje acteerde, zat ik echt in mijn inside, echt van, oh my god, oh, this scene. En ze heeft gewoon, we hebben die take 4 keer gedaan.
En toen vier keer gewoon op commando barstte ze in huilen uit. Alleen de derde keer kon ze niet stoppen. Toen was ze gewoon te emotional, was ze iets getriggerd bij haar binnen. Van haar eigen leven wat naar boven kwam. En toen was ze opeens ontroostbaar. Dus dan moest degene die de therapeut speelde, die was eigenlijk ook een echte therapeut. Die heeft haar even geholpen en toen kon ze weer. Maar ik was echt flabbergasted by the quality of acting. En dus ik had haar sowieso geconnect. En toen sprak ik vandaag in de DM's. En toen vroeg ik van, yo, heb jij zin om in fase 2, als ik dus gesprekken ga voeren met mensen die bekend zijn om wat dan ook, kan opspraak zijn. Right? Bijvoorbeeld mijn zwager, mijn brada, was het eerste lid van de Nation of Islam in Nederland bijvoorbeeld. Nou, dat zijn hele soort van in opspraak, een organisatie in opspraak. En je hebt dan meteen je oordeel klaar voor dat soort mensen, right? Dus wat ik wil doen is de mensen spreken die waarvan men een oordeel klaar heeft. En de mens daarachter laten zien, right? Net zoals actrices in dit geval. Ik ben heel benieuwd wat haar heeft gemaakt wie zij is, right? Dus ik heb haar gevraagd vandaag en she agreed. Dus ze gaat sowieso komen en dan gaan we awesome takkie mee hebben. En dan ga ik dat dus. Ik ga gewoon oneindig diep door met haar in gesprek. En dan maken we daar een edit van een half uurtje of zo. En dan ga ik daarop reacten hier op de channel. Gewoon maken we daar een episode van. En dan ga ik op basis daarvan de lyrics schrijven op de beats die we nu dus doen. So that's the plan. That's phase 2. En dan phase 3 is dat we van al die dingen, van al die beats en al die lyrics, dan echt het album afmaken met allemaal guest appearances en shit. So. It's happening. Even kijken. Yeah, reason is a bit hard, man. I got it, okay, digital. I got it. Don't think I don't know that guy. Dawn FM, zegt Delano Brandon. What's that supposed to mean? I don't know no Dawn FM. Yeah. Bro, dat is oprecht insane, zeg ik, met die beat. Ja, dat was echt een sick experience. En het is echt dope dat ze komt. Dawn FM is een nieuw album van The Weeknd. Oh, oké, damn. Heb ik nog niet gehoord. Sowieso luister ik echt weinig muziek, hè. Like, honestly, I don't know why. Ik denk dat ik gewoon heel soort van overprikkeld ben door alles wat ik zelf al aan het doen ben. Dat ik gewoon heel af en toe gewoon hele oude inspiraties pak. Like, van fucking 30 jaar geleden. Do you even like music, zegt Grapefruit. That's a good question. Eigenlijk, hoe meer ik muziek maak, hoe minder ik inspiratie haal uit muziek. Ik haal het dan meestal uit film en games en shit. En als ik bijvoorbeeld bezig ben met film, dan haal ik weer meer inspiratie uit muziek. So it's kind of like licht na het donker. Okay. Hey, Dawn, true. Weeknd latest album. Nice. Yeah, true. It is Dawn. Ja, jij hebt het meer over die post-corona angle. I like that. Fireworks. War out there. Ja, dat is. The Weeknd is licht na het donker, right? Wij zijn licht in het donker. Because we in Europe, man, it's war out here. You check it. Co-produced by Quincy Jones. Oh my god, Quincy Jones. Dat verbaast me helemaal niks. Want The Weeknd was al heel erg in die Michael-modus. Ook dat hij toen hij met Daft Punk die shit maakte. Wat mijn favorite tune van hem is die I feel it coming. I feel it coming, babe. En dat is echt een. Zijn stemgebruik is daar heel Michael Jackson. Which is obviously Quincy Jones' biggest artist he's ever done. En zo. Ja, man. Dat ga ik definitely checken. Dat ga ik definitely checken. Maar ik ga eerst even kijken wat we voor licht in het donker kunnen maken. Hey, als er nog mensen zijn die hun ei kwijt willen, dan moet je het nu doen. Because we about to start. We about to get some music going. Be right back lurking. Zeg een commentaar beat. All good, man. Doe je boodschappen. Blip, blip, blip. Laatste ronde. Laatste ronde voor input. Licht in het donker. Zeg iets. En als je durft, gooi je eigen leven op tafel, right? Ik zal je een kleine voorzet geven. Ik had vandaag
was ik overwhelmed. Ik heb gewoon te veel shit gaande. Tell me what you really like. Tell me what you really like. Ja, yeah, got you. Nice. Ja, toch, die track. Nee, ik had vandaag met mijn oude therapist gebeld voor een afspraak. En hij zegt, ja, ik ben met pensioen. Ik zeg, I don't give a shit. Hij zegt, oké, ik kan alleen maar één keer per maand. Ik zeg, ja, perfect. Let's do it. Dus woensdag ga ik weer naar mijn oude therapist. Ga ik even mijn hele life op tafel leggen weer. You know, the stuff die ik hier niet kan zeggen, omdat ik dan anderen impliceer. En dat is niet aan mij, snap je? Ik heb met andere mensen in privacy te maken. Maar sommige dingen mogen jullie van me weten. Right? Zoals mijn pa. Ja, hij verdient ook zijn privacy, maar hij heeft ook Parkinson. En zo, he doesn't remember anything anyway, so it doesn't matter. Right? Let's go, zeg ik meteen weer. Dylan Brandon, ja, Weekend heeft ook aangegeven zijn falsetto in Don't Stop Till You Get Enough heeft gevonden. Oh ja, verbaast me niks. Ik heb dat in D'Angelo gevonden. Weet je, die shit, dat is mijn falsetto ontdekking geweest. En Pearl Jam. Funnily enough. Dat is some old school shit. Dat is van mijn broer geïnspireerd geweest. Pearl Jam heeft hun grootste album 10. Daar staat ook Release op als laatste tune volgens mij. Release Me. En dat daar zitten hele lange lijnen in. Gewoon oeh, dat zeg maar. En dat doet hij dan op een gegeven moment ook een octaaf hoger. Oeh, en daar, die noot. Oeh, daar heb ik zat van. Dat was mijn eerste kopstem. En toen, een paar jaar later... Dan kwam D'Angelo langs. Toen dacht ik, oh damn. Toen ben ik daar in gaan duiken. It's funny. Ook in digital zegt same here, te veel gaande. Belangrijk om wat grijs is, zwart en wit te maken. Ja, man. Jeez, dat is mooi gezegd, ja. Dat is mooi gezegd. Het zijn te veel prikkels, te veel twijfels. Like, ik ben namelijk all for twijfel, right? Ik vind mensen die denken dat ze alles zeker weten. Don't have it, right? De waarheid ligt vaak in het midden. Plus... Als we niet in een gespleten samenleving willen leven, dan moeten we elkaar gaan begrijpen en dus soort van de waarheid in het midden accepteren. En daar soort van voor werken om elkaar te snappen, right? Dat is een van de shits achter mijn eigen stichting, by the way. Kom ik nog wel een keer op terug. Maar het risico daarvan is dat de dingen in je eigen leven, daar moet je soms hele rigoureuze beslissingen in nemen, right? Je moet dingen van je afzetten, je moet door. Je moet keuzes maken, dit of dat. En... er is geen perfecte keuze, want wat je ook kiest, er gaan altijd slachtoffers vallen. Dus soms dan halen die dingen je gewoon in en dan snap je gewoon niet meer waarom dingen niet bewegen zoals je wil, automatisch. En op een gegeven moment dan sla je gewoon dicht en dan merk ik van, nou sta ik op en dan weet ik moet allemaal dingen doen. Maar dan komt er helemaal niks meer uit, right? En dan weet ik van, oké, I need to talk to people. En dat zijn het hele privé aangelegenheden die ik niet zomaar kan delen. Omdat ik dan ook andere mensen in verlegenheid breng. Ay, dan moet ik gewoon, I gotta get that therapist up in this bitch. Pay the man, get the job done. Ik vind, by the way, dat is even over therapy. Ik ben schaamteloos met die shit, maar ik geloof heel erg in therapy. En ik zie het eigenlijk zo dat iedereen in fases van zijn leven die schokkend zijn... Eigenlijk soort standaard naar therapie zou moeten, right? Iedereen verdient therapie, zegt de commentaar B. True. Dus als je geboren wordt, right? Baby, ja, dan snap je er toch nog niks van. Maar ga je naar de basisschool, dan kan je al praten, denken enzovoort. Boom. Therapy session. Like 2, 3. Just to see what's up. Just to see what's going on. Ben je scared? Vind je het spannend? Vind je het leuk? Wat is gaande? Boom. Middelbare school. Boom. Nieuw broertje of zusje, whatever. Boom, weet ik veel. Ik heb epilepsie gehad bijvoorbeeld. Nou, dat had heel veel impact, ook op mijn psyche. Nooit een therapeut gezien, right? Want I seemed fine. And I was fine, maar still. It can't hurt, right? Dus dat zou een soort van standaard in elk pakket aangeboden moeten zijn. Nou, dan word je ouder, ga je studeren. Oeh, big one. Iedereen gaat studeren op zijn 16e of 18e. Of 20e, als het allemaal wat langer duurt. Fine. En iedereen doet maar wat. Iedereen kiest maar wat. Nobody knows what he wants to do at that age. Daar worden we niet voor opgeleid om die keuzes te maken. Om echt iets te willen. Wat wil je eigenlijk? I don't know. I just do the thing. Ik vul gewoon in wat ik moet invullen. Right? Nou, dan heb je gestudeerd. Ga je werken. Wow, big decision. Right? Wat voor werk wil je doen? I don't know. Jesus. Talk to someone. Right?
En dan ga je in je cubicle en dan heb je je 9 tot 5 en dan voel je een loonslaaf en dan voel je ongelukkig en dan you need someone to talk to. Al die shit. Trouwen, kinderen krijgen als je daarin toe bent. Of misschien heb je wel, weet ik veel, dat je in de verkeerde lichaam geboren bent. Misschien kom je wel uit de kast of zo. I don't know, whatever the fuck. Allemaal. Therapy, go for it. Je wordt oud, boom, therapy. Je partner wordt ziek, boom, therapy. Alles zou standaard therapy moeten zijn. En ik heb op een gegeven moment, de shit die ik nodig had, viel niet onder dat handboek van de psycholoog. Right? Dat zijn dan 5 ziektebeelden, geloof ik. En daar moet je dan binnenvallen, want anders wordt het niet vergoed door de verzekering. Ja, dat zijn allemaal extreme stuffs, right? Dat is van, do you want to kill yourself? Nou, I'm not going to kill myself, maar damn, weet je. Oh ja, yeah, too bad, then you have to pay for it yourself. What? No, I can't pay for that myself. Weet je hoe duur dat is? Right? Dus nu ben ik wat ouder en iets meer een hosselaar en betere klussen. En now I can pay, so I'm just going to do it. Maar hoeveel mensen zijn dan niet broke as fuck en hebben dat onder andere als stressfactor? Wordt niet gedekt, want ze zijn niet loesoe genoeg. En gaan dan dus niet in therapie om aan zichzelf te werken. Hoeveel gemiste energy, hoeveel gemiste love is dat in de society, man? Damn! Daar kan ik me echt woest om maken. Shallow breath. Dat is ook een teken van paniek shit. Dus ik heb een beetje, volgens mij heb ik gewoon een beetje fear in mijn body. Dat ik gewoon de nerves heb of zo. Kijk hoor. Delano Brennan zegt, water blust vuur. Dus licht in het donker. Noorderlicht. Die man is ook gek. D'Angelo, he is fucking beautiful. Dat is dus jouw licht in het donker, bro. Ja, dat is definitely een van mijn lichten in het donker. Man, therapy is a big one. Talking überhaupt, weet je. Like, en dat doe ik ook natuurlijk met heel veel andere boys. Met jullie, right now. This is therapy as well. Laten we eerlijk zijn, man. Ik kan heel veel kwijt hier. En I feel super, super blessed for that shit. So I thank you all. Eigenlijk zou ik jullie moeten betalen voor die gewoon. Kierkreft zegt, hoort een schoolvak te zijn. True, zelfbewustwordingsklas in plaats van maatschappijleer. Yes, sir, definitely. Net zoals bijvoorbeeld persoonlijke economie, right? Hoeveel van ons zijn financially responsible, right? Hoeveel van ons snappen dingen als wealth, het verschil tussen wealth en riches, right? Of investeren, of assets en liabilities, weet je. Als ik een tv koop, dan kost het me alleen maar geld. Want het kost me stroom en het kost me tijd. En tijd is geld. Als ik een auto koop, dan kan het misschien wel een productiemiddel zijn. Want als ik daarmee naar mijn werk rij, bijvoorbeeld, dan kan ik het afschrijven. Of ik kan naar shows toe om met mijn instrumenten en daar pokkers knallen. Oké, is het een bedrijfsmiddel, is een investering, right? Dan opeens levert het geld op wat ik uitgeef. En dat is how supposed to be. Maar die wijsheid, die heb je niet standaard. En ik merk heel erg dat in mijn opleidingen en zo, dat ik dat soort dingen helemaal niet langs heb zien komen. Dat je echt economie moet gaan studeren, wil je er iets van snappen, van die personal finance stuff. Same met zelfbewustwording, bewustwording. En inderdaad, een soort van therapy shit. In plaats van maatschappijleer. Ja, naast maatschappijleer. Laat maatschappijleer er ook zijn. Laat het allemaal gewoon human stuff. Ja, dit. Not gonna lie, ik ben mijn eigen therapeut, man, zegt de commentaar beat. Ja, dat zijn we natuurlijk allemaal, hè. Dat zijn we allemaal, maar je kan maar zoveel doen, right? Je bent er niet voor opgeleid. En je bent ook niet neutraal. Dus je hebt altijd een soort van verstoorde realiteiten. En je kan niemand dan, die daarnaast zit, heel nuchter vragen stelt, gebruiken, als je het allemaal zelf moet doen, right? Want juist die problemen fuelen weer de maatschappij. Welke problemen? Bedoel je, je persoonlijke problemen fuelen de conflict in de maatschappij? Of? Was je aan die boodschappen doen, dan kom maar. Ben je wrapped up in this fascinating discussion? Oh, lekker guys. Dit is wel nice hoor. Damn, we zijn alweer gewoon on fire met die shit. Licht in het donker aan het maken. Ik ga wel vast even kijken of die sound een beetje licht in het donker is. Want ik heb natuurlijk gesoundcheckt, as usual. I can throw it away or I can keep it. Jullie mogen stemmen. Heb ik bedacht. Maar ik ga wel vast even naar de music. Boom. Oh. It's a Monday. Just another Monday. It's 9:35. It's Life Rider.
and it sounds a little something like this. Does it sound like light in the darkness? Darkness, darkness. Sound like light in the darkness? Darkness, darkness. Sounds like light in the darkness. Darkness, darkness. Make some light in the darkness. Darkness, darkness. Show you some light in the darkness. Darkness, darkness. Yeah. Show me some light in the darkness. Darkness, darkness. Show me some light in the darkness. Darkness, darkness. Yeah. So, damn. Zo, ja, is dat licht in het donker voor jullie? Kunnen jullie deze horen sowieso? Show me some light in the darkness. Darkness, darkness. Show me some light in the darkness. Darkness, darkness. Show me some light in the darkness. Dark, 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 dark. Show me some light in the darkness. Darkness, darkness. Show me some light in the darkness. Darkness, darkness. Show me some light in the darkness. Darkness, darkness. Show me some light. Niet die zelfbewustzijnsproblemen bedoelt Akuma, denk ik. De niet-zelfbewustzijnsproblemen. Ja, ja, ja. Ja, 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 precies. Ja, oh, de man is nu wel boodschap aan het doen waarschijnlijk. Maar true, Kierkev. Ik denk dat ook. Ja, dat veel van de problemen in de maatschappij zijn gefueled door gebrek aan zelfbewustzijn. En taking care of your own shit instead of dat je het moet afreageren op anderen. I'm with that shit. Daarom is die liefde zo belangrijk. Dat is die... Die Delano Brennan ook erin gooide met zijn gestrekte been helemaal bovenaan deze chat. En dat is die licht in het donker shit, man. I'm with that. I'm with that. Love. Hey, horen jullie deze shit wel? Show me some light in the darkness. 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 Show me some light in the darkness. 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 Show me some light in the darkness. Darkness, darkness. Show me some light in the darkness. Darkness, darkness. Show me some light in the darkness. Darkness, darkness. Show me some light in the darkness. Darkness, darkness. Show me some light in the darkness. Darkness, darkness. Show me some light in the darkness. 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 Show me some light in the darkness. 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 Show me some light in the darkness. 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 Show me some light in the darkness. 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 Show me some light in the darkness. 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 Show me some light in the darkness. 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 Show me some light in the darkness. Darkness, darkness. Show me some light in the darkness. Darkness, darkness. Show me some light in the darkness. Darkness, darkness. Show me some light in the dark. Show me some light in the darkness. Darkness, darkness. Even kijken.
darkness. Darkness. Show me some light in the darkness. 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 Show me some light. Show me some light. Ja, klinkt lekker, Sakirkraft. Nice. Niet die. Oké. Okay. Yeah. We're good, we're good, we're good. Oké, okay, we get started. Show me some light in the darkness. Darkness. Oké, okay, oké. Okay. Hey, en voel je vrij te join in the process, hè? Oké, Digital. Fucking Kiakref, Delano. Like, gooi gewoon wat je denkt dat je next wil horen, right? Je hoort deze beat ook in je hoofd. Fucking go nuts. Roep het in chat. Show me some light in the darkness. 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 Show me some light in the darkness. 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 Show me some light in the darkness. 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 Kan die synth even een beetje. Show me some light in the darkness. Darkness. Die ruimte geven. Show me some light in the darkness. 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 Show me some light in the darkness. Where's the. Darkness. Darkness. Oh ja, feedback. Show me some light in the darkness. 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 Dan maak ik hem korter. Darkness. 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 Meteen voel ik licht in het donker. Boom, boom, ging, ging. Ik zie sterren in de sky, man. Zien jullie het ook? Woo. Digital zegt, voor een beetje swing heb ik het idee dat er aan het einde van de vierde een korte stilte moet vallen. Vieren. 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 Ja, right, dat het allemaal ietsje korter, dat het daar even stilvalt. I like it. En dan extra accent op de eerste maat. Ja, dat komt natuurlijk straks met nieuwe instrumenten, maar dat is wel een goeie. Ik ga wel even die... Die vieren afkappen gewoon. Let's see. I like this. I like deze betrokkenheid, guys. This is what I need. This is what we all need. We all need. Vieren. Dit bedoel je. Alright. Wait, 5.4 zit hij denk ik? Oh. Wait, what? Oh, dat is wel heel... Dan zit je echt nog in het voorlaatste akkoord. Even kijken hoor. Of bedoel je alleen de laatste ronde? Dat is misschien wel een goeie trouwens. Om even deze wel lang. We zijn wel echt diep aan het graven trouwens. Kijk wel. Waar zit dit? Nee. 5.4. Hier dus, ergens. Laatste ronde inderdaad, oké. Okay.
Maar dan moet ik deze misschien ook een beetje delay geven, anders wordt het heel... Subtieler natuurlijk. En dan misschien 16e. Holy shit, ik ben already in love met deze guys. Jeez. Zoiets. Ja, I like it. I like it. Thanks, Digital. Love that. Zullen we eens kijken of ik die... die attack gewoon wat softer kan krijgen. More like this. Nicer. Voor die sterren. Oh my god. Applaus. Applaus right back to you, okay? We're doing this. Ik zal dat lachen, dan kan ik natuurlijk met die... Severe darkness in the house. First time chatter, welcome man. Or woman actually. Vergeet niet als je nieuw bent om lekker te volgen. Klik op de thing. Dit klinkt wel heel chill man, zegt Severe Darkness. Thank you, brethren. Dat komt allemaal door chat. We zijn geïnspireerd op chat. This is how this works. This is Life Rider. Welcome to Life Rider. Dit is fase 1 Speed Beats. Ik ben Pax the Humanoid, je host. Also an artist. You can misschien from the Kaipen Orchestra. If not, that's fine. Niels Bro's in the house. Right back here. Gotta love that shit. Yeah. Nice. Niels Bro's was here the last keer. He fucked up the entire session. That was great. Nee, we zijn begonnen met licht in het donker, man. It's dark days, right? Severe darkness, if you will. No pun intended. Or actually, pun super intended. Dus we zijn sterren aan de hemel aan het zetten. Met deze track van vandaag. En, hey, severe darkness followed. Thank you. Appreciation. Moet gaan, maar hou hem op de lurk, maat. Beter wel, bro. Super chill. And come back next time. Maybe give us some inspiration. Okay, Digital zegt mallet finger inmiddels doable at Niels. Oef, ik ga dat even opnemen. Die modulator op de fucking synth. How's this work again? Oh yeah. There we go. Bang. Join. Boom. Yeah. Sweet. Geocraft zegt Niels bro, hoe zit het met de dwangbuis? Scheidsrechter erbij.
Of is het een convict? Het schijnt. Oh, dwangbuis, right now. Niels zegt... Lastig type. Hij werkt. Nice. Dwangbuis. Inside joke references. Het is live writer lore. Daar had je vorige episode bij moeten zijn. It's getting deep now. Niels, we zijn licht in het donker aan het maken, man. Duistere dagen. Sterretjes aan de hemel. Like, ik heb mijn therapeut weer gebeld. Ik ga woensdag weer langs. Gaan we therapie zoeken in deze dark days. Niet dat ik na door de oorlog in de war ben, maar meer door personal overwoekerdheid. So, that's one thing. And everybody is kind of tuning in on the licht in het donker toestand. What life sounds like. Yeah. 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 Volgende instrument, guys. What are we thinking? Sculpture, zegt Niels Bruis. Is dat een plugin die ik niet heb? Sculpture. Of heb ik die gewoon ergens zitten? Is het een soort synth of zo? Sculpture modeling synth. Let's go. What is this? Huh. Zit in Logic. Nice. Delano Brennan. Sounds good, Pax. Ik mis een warme baseline. Good one. Good one. Met een nadruk op warm. True. Kirk heeft zich niet te lang. Oh, my bad. Het glas met je problemen vasthouden. Af en toe proberen het neer te zetten en los te laten. Zin. Ja, for real. Is de sculpture. Oh, deze. Man. Damn. Oh ja, die ken ik wel ergens van. Oké, die hou ik even vast. Dan ga ik alvast eerst even die warme bas zoeken. Dat vind ik ook wel nice. Of zou ik met de sculpture een warme bas kunnen maken? Lijkt me sterk, toch? Dat klinkt heel anders. Maar who knows? Heel even checken. Warmth. Yeah, warmth is maar 0,001. See if that literally translates. Nope. I don't think that's a thing. Yeah, go on. Wow. The fuck is all this? Gonna ram on shit real quick. Beetje leren kennen zo. Nah, zegt Niels Bruis. Nee toch? Dit is meer voor de jittery vette. Is wel vet. Kom ik later even terug. Ik ga even die bas rabbit hole volgen. Kijk hoor. I like doing that over here. Even kijken hoor.
synthesizer in Donbass. Stel dit als warm. Ook meteen 808, maar goed. Even een beetje. Lekker. Mooi. Dat is mooi, like it. Nya, nya, nya. Alleen, tafie lager, maar dat doen we dan wel even zo, toch? Ik denk dat is de man. Ja. Warm, warm, zegt Delano Brandon. Vuur. Voor de fluitjes en zo. Ah ja, Niels, gaan we zo terug voor de fluitjes. I like that. What about a pulse? Als een heartbeat. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Yeah. Because this is all about life. Dit is een baseline met een pulse. Ja. Yeah. Halfje lager, zegt hij. Oh. Zit ik verkeerd? Zet hem. Ja, I think that's it. Thanks. Hoger, sorry. Ja, dat dacht ik dus ook even. Maar dan zit ik weer op die... Dit is nu dezelfde. Ja, dat is dezelfde. Ik wou iets anders. Nee, ook vet trouwens. Dun dun dun. Ja, dat wou ik. Dit wou ik. Nee, 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 nee. Na, 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 na.
die hele heartbeat plan. Okay, ik ga deze heel veel muten en heel veel... Yeah, heartbeat right there. Do that. Hell yeah. Ja, dope, zegt Delano Brandon. Was een beetje raar gedaan. Alsof ik snap het al. Ah, ik heb die aanstaan, daarom speelt hij de bassen doorheen.
Sorry about that. I got cocky. I got too confident. Ah, come on. Never mind, the timing is off anyway. Nice als de melodie een kleine space aan die puls overlaat. Ja. Ja, dus deze eruit dan. Misschien wel. Oh, kut. Nu fuck ik op de bass. Dat is nou wat ik bedoel. Die weg dan. En deze. Ja, je hebt wel gelijk, man. Eigenlijk wil ik. Oké, wacht. Ik bewaar dit even. Heb wel een punt, man. Ik ga het heel veel anders dan inspelen. Dan geef ik die eerst space en dan begin ik pas met die lijn. I think I like this. Kometai beat, we back boy. Nog steeds licht in het donker over here. It's war time, but we making love. Ai, 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 ai. We call Delano. Damn, son. Where have you been all this time? Episode 13. Het geluksgetal, if you will. Klein beetje rushy. Ik ga even niet niet te verwarren met Russian, obviously. Ik ga een beetje luier zetten gewoon. Zijn juist gehaast. Maar de content dat die bases waarschijnlijk hetzelfde doen. Die zijn on point. En deze zijn lazy as fuck. That's why. Die leg ik gewoon een beetje terug. Beetje lazy is wel lekker, hè? Mm-hmm.
Die geven we ook nog wel eventjes een verbje zo. Oeh, dit is misschien beter. Dat ze er wel zijn, maar niet met al die aanslag. Wel een beetje aanslag. I like this. Yeah, just another case. Okay. Is it tight for the beat, people? Final Fantasy game sound, kick the bass in. Yeah, right? Neem aan dat dit niet meer werkt. Ik kan natuurlijk afwisselen. Laten we dat even checken. Maar jij bedoelt de kick, right? As in, kick that bass in. What you gonna do today? Let's say, you don't get paid. Yeah. Ik moet denken aan een Ghibli film. Iets met fireflies. Ook over oorlog. En dat is echt gewoon eigenlijk hetzelfde thema als dit. Wie weet hoe die heet? Even poll in de chat. Een Ghibli film. Studio Ghibli. Je kent het wel. I want to say Chinese. Nou ben ik heel ignorant. Als het Japanese blijkt te zijn. Maar volgens mij Studio Ghibli is volgens mij Chinese. En
Do you want to film something of the Fireflies? Ik ben de titel kwijt. Bruh, zegt Niels Broos. I know. Just say it, though. It's Chinese, right? Of is it Japanese? It's Japanese, of niet? I'm making a shameful statement. Anyway, hoe heet die film? Fireflies. Doe eens even, Google even. Yes. Hey, teach me, man. Teach me, and I shall be corrected. Wow, wel echt vibe, guys. Jesus. Kick, hè, zei we. Ja, dit is... Dit vraagt wel weer... Oh. Ja. Yeah. Oeh. Hoe heet die film dan? Die Firefly film. Google even voor me. Ghibli Japanese, all right. Ah, Grave of the Fireflies. Yep, je hoort Ghibli. Ik was zo disrespectful om te vergeten. Goated Anime Studio, true. Ik was zo respectvol om te vergeten of ze Japanese of Chinese waren. I'm sure that's racist. But I honestly forgot. Maar ik weet weer dat ze Japans zijn. Nah, fam, not like this. I can't do. Anime Japan, nou, ja, yeah, I know. Ja, dat weet ik ook. Ik ben in de war omdat China nu een aantal hele zieke... basically anime games aan het distribueren is. Dus de lijn is aan het vervagen. Thank you.
voel dat deze kick heel erg samenhangt met de snare die we gaan doen. En ik denk gewoon, ik heb de laatste tijd goede ervaringen met gewoon, als ik die kits gewoon heel erg kapot maak. Oh, als ik zo'n glitch hoor, dan doe ik voor het eerst vanavond save. That's right, we zijn anderhalf uur verder. And I just saved. Nee, ik vond die eerste zo lekker erin. Yeah. Eigenlijk. Jij gaat eraf. Andere soort snare. En die gaat dubbel. Alright. Oké, snare, layer fest. Bamzai. De anime blijft wel Japan. Ja, definitely. Nee. Het zal ook wel lang blijven. Altijd. Het zal altijd blijven. Disney will always be American. And anime will always be Japan. Despite the appropriation. Just like hip-hop still American, right? Terwijl de hele wereld het maakt. Mist nog een soort van shoof geluid aan het begin. Doe je? Oh, gewoon die shit. Ja. Oh yeah. Ja, daar gaan we zeker werk van maken, ja. Dit maakt wel mijn dag, folks, zegt Delana Brandon. Bro, I'm telling you, man. You made my day. Woo! Kom terug. You know what I'm saying? Just stick around. Die gaan we zoeken, man. Ik ga hem even... Serieus. Ik ga hem even tapen, gewoon. Like I was about to say something bad. Sounds quite okay. That's funny. Alleen die echo mag eraf. Oh, en die space delay ook trouwens. We gaan verbjes aan. In the distance. Ginormous. Misschien deze even een... Yeah. Baslijntje in je mail. Oh my god. Niels Broos. What are you doing? Hoe ga ik dit doen? Zonder... Wacht. Oké, wacht. Ik moet even zorgen dat het niet on-screen is, wacht.
because right now it is. So this is better, right? Yeah. All right. Okay, Niels Broos heeft zojuist een bassline in mijn mail gegooid. This is how deep it gets. Even kijken hoor. Shit, ik ben gewoon zo excited dat ik mijn wachtwoord vergeten ben. Ja, very good. Try another way. Someone turn off my fucking two-step verification. I have to confirm that I am. Oh my god. What are your prompt expired? Fuck off. Oh, ik zit er al in. Alright. Just to confirm, jullie zien niet right now my whole shit, right? Want Boomer Noob heeft nog nooit zijn mail geopend while on stream. Niels Broos. Bossy. Oeh, midi of... Ja, wat heb je... Heb je hem midi opgenomen dan? Maar ik heb daar helemaal niet die... waarschijnlijk die shit niet, hè? Oef. Oh. Oké, okay, ik hoor nu al dat die ill is. Wacht, ik ga even... Stop it. En download. Bossy. Adriaan. Zullen we doen? Je gaat eraan. Oh shit, nee. Nou, ga ik in het Nederlands freestylen, dan weet je dat ik echt te excited ben. Oké, dames en heren, Bassie van Niels, hoor. Komt ie. Kijken. Oké, ook. Oké. Moet ik die andere even uitzetten dan, denk je? Of kan dit er doorheen? Nee, het kan niet, hè. Laten we even... For the time being... Oh, this is very exciting. Wait, hold on. Ik mute even deze dan. En laat ik die kick even aanstaan. Here we go. Niels. Oh. Niels is een bassie. Boom. Wacht, ik moet even. Het is een. Ik heb hem nou twee keer al gepakt. Ja, ik heb hem. Even. Dezelfde, toch? Even kijken hoor. Even in de loop zijn. Wacht even, nee, ik loop te kloten, sorry. Deze is het. Hell yeah. Ik zou de audio pakken, ja, I just did. Niet voor de zekerheid als je hem wil veranderen, sure. Delano, Brandon, Bassie, verkeerd verbonden. Is dat van Bassie en Adriaan? Niels Broos leaked. Ja, bijna mijn mail geleakt. Verkeerde spoor, ja. Sorry about that. I was boomer noobing. Kometa Beat doet me ergens denken aan Timberlake, ouwe. Wat, deze baslijn bedoel je? Of deze hele... Ja, de Baron was dat. Ah, verkeerd verbonden. Nee, ik ken die voice niet meer, de Baron. Ik werd alleen nog maar... Bidi. Die robot. Is dat die drommels en nog eens drommels guy, de Baron? Drommels? Nee. Slikke bas, Niels. Damn! Thank you.
sick, dude. Heel vet. Okay, so now Life Writer is like this. Now you just record what you dig at home and you send it to me and I put it in. Hey. Mogen mijn vocals binnenkort ook gelifried worden? Hey, Delano, bring it on, bro. I make no promises. Full disclosure, Niels Broos is de mede-producent van het vorige album, het eerste solo-album. Dus I make no promises. Maar hey, I gotta hear it, man. Sowieso welkom. Sowieso welkom. En laat me horen. Stuur maar op. Maar ik zal wel even pre-vetten, zullen we zeggen. Because it's a cold world out there. Hier Kref zegt, ja, met zo'n sound kan ik het glas met problemen even neerzetten. Klinkt uber chill. Ja, toch? Hey. Ik zit te denken om hem ook even af te wisselen, man. So slick. Dare you? Zo'n zieke, vieze baslijn. Oh, I like the place holding vuurpijl ook. Oké, God. Oké, ik ben helemaal... overwhelmed van deze epicness. Oef. Life Writer, episode 13. Wat nou ongeluksgetal? More like light in the darkness. Yeah. We do. Kijk, en dit is dus hoe het werkt, like. Ik moet even een shakertje maken trouwens. Ik was ook met die snares nog bezig toen Niels eventjes erin rachtte.
Hell yeah. Zo zie je maar dat ik ook in de eerste episodes heel veel aan het quantizen was. En nu begint dat een beetje los te komen. Damn, son. Stuur je nu drum sounds, zegt Niels Bas. Dope. Je zijn een beetje gehaast. Actually, y'all can join again. Klasse Niels, hou hem scherp. Ja, zegt Keerkref. Precies, dan kunnen we hem zo horen spitten. Ah, mag niet eigenlijk. Ah, eigenlijk mag dat niet. Spitten is dus eigenlijk fase 2, Niels. Daar gaan we dus takjes zetten met mensen. Fucking deep ass gesprekken voeren van 3,5 uur. En allemaal gekke doorbraken meemaken. En daar ga ik lyrics op inspireren. This is so lives. Nee, dat is dus fase 2. Life Ride is dus in drie fases. Eén is de beats. 90 bars in je inbox, zegt OK Digital. Oh shit, dit loopt helemaal uit de hand. Oh, thanks a lot, Niels. God damn it. Die bars, die ga ik checken, Digital. Maar not yet, want we zijn even op die beat nu. Maar wel keihard dat je ze hebt gestuurd. I love that shit. Of maak je fatu. Daar ben ik wel benieuwd naar. Fase 3 is seks, vraagt Kierkev. Possibly. Het is in elk geval met alle gastmuzikanten / vocalisten, whatever peoples in de stuur het album afmaken. Dus... als dat op seks uitloopt, on camera, dan I guess you're lucky. Oh shit. I gotta fucking put my charger in. No. Yes. Woof. That was close. Bijna crashed hier de hele... Even zo. Ah, excuse my French and shit. Op dat nummer. Ja, seks op dit nummer, dat is wel... Ook een dingetje. Ook een lichtpuntje. Fireworks. Is dit de fireworks die je in gedachten had, by the way? Ook Digital. Plus hoek. Ook even een hoek erbij. Damn. Plus break.
save? Yeah, save. I just saved. Yeah, we saved. We're good. Sick. Okay, deze ik ga definitely checken hoor. Maar ik gooi hem er niet hier nu in, want het is eigenlijk illegaal. Het is niet volgens plan. Maar I appreciate this. Jesus, die baslijn ook. Ik vind het lekker om hem even af te, te onderbreken, dat hij even leeg knalt en dat hij dan weer... En ik merk wel dat die bass ook hier even... ...te veel haast heeft. Eigenlijk kan ik die gewoon... Maar 90 bars ook. Hoe de fuck kom je überhaupt aan 90 bars? Hoe lang moet die track duren? What about me though? Am I making your album right now? Okay, deze baslijn moet beter nu. Ja. Ja, zo ietsje beter. Mag ik ietsje meer on point. Save is done. Na anderhalf uur, Mark, hadden we al gesaved. Kwartier geleden gezeten voor het eerst. 90 bars is een hele lange kroegentocht. Hier, Kref. It is, man. It definitely is. Ah, spirit, man. Spirit. Oh, Niels had me drum sounds gemaild. Dat is wel lekker. Hoe dan, Niels? Heb je... Wat is dit? Gewoon een shit big ass library aan sampletjes zeker? I don't even know how to... efficiently use that, maar... Even kijken hoor. Zou je binnenkort even een map passen? Ja, beter wel man. Beter pas mij een map binnenkort. En dan... Oh man, I like this tune a lot. Maar goed, ik kan wel even natuurlijk voor de vorm alvast even een snertje, want ik wil echt graag... Hey, wie volgt? Magnum for real followed us. Welcome Magnum. Nou, niet for real. For all, of for real. Magnum for all, of for real. This is a mindfuck. It's a mindfuck, I like it. What's up Magnum? Zeg ik kom met dat beat. What's up indeed? Let me check. Bass drum tracks, snare drum tracks, cabasa drum tracks. Wait, heb je die ook opgenomen? Voor de track gewoon. Oh, dat is gewoon één bass. Oh, en één snare. Oh, nice. Ja, perfect. Okay, I appreciate that. Dat zijn echt de perfect sounds voor de tune gewoon. Je hebt alvast even de sounds gezocht. Haha, this is beautiful. Oh, hell yeah, die ga ik er even onder leren sowieso. Even kijken hoor. Here we go. Snare right there. And then even kijken op bass. Mag hier op zijn plek.
Ja. Ik ga ze zo even arrangeren. En jij zegt hier die cabaceration. So I don't know how this works. Ik weet dat dit heel effectief kan. In een sampler en shit. I don't know how that shit works. Deze boomer noob gaat sowieso daar een keer werk van maken. Kijk hoor. Even kijken. Oep. Oh, wacht even. Boom. Ah, come on. Boom. Zo. Meteen. Even kijken. Oh. Kom zo bij jullie chat. Gotta old school this. Ja, dit is cool. En dan... Ja, eigenlijk is dit een beetje gewoon... Dan kan ik dit even zo... Voor de vorm even. Oep. Oep. Hier, I guess? Nee. Hier. Oep. Kijk of dit een beetje klinkt. Hoor ik dat doe? Checken. Huh? Oh, that's not good. Fuck that right off. Boom. Klinkt als een gekke avond. 90 bars. Ja, de kroegen toch, 90 bars. Elke kroeg toch. Elke bar één drankje. 90 drankjes. Think you'll die? Depending on... Ik denk, mijn record is denk ik 20 of zo. In mijn bad days. Mijn fucking 90 drankjes. Ik denk die kick goed voort op de floor werkt, zegt Niels. Huh. Let's see. Ghetto. Ja, ik wil dat dus niet. Ik wil dus die heartbeat takt houden. Call me crazy. Maar, appreciate the gesture there. Even kijken of ik dit een beetje op volumes krijg.
toch voor to the floor proberen natuurlijk. Maar dat is wel Niels die het zegt natuurlijk. Wacht. Wait, I can just... dit niet? I'm gonna make one new file of this. Non-contagious audio region. Require the creation of audio. Okay, so create. That's what I'm saying. Sorry. Sorry, Logic. Yeah. En dan moet hij natuurlijk weer. What is it? Painting tool. Pencil tool. Nope, that is. Probably doing this in a very dumb way, man. This. Shut it. Come back to me, pointer. Join. Create. Is dit nou een zuivere loop, is de vraag. Could be. Nope. No, it ain't. No, it ain't. Waarom niet? Oh, hij begint niet op de 1. Hi. Hi, hi, hi. Hot damn, you're so good. Hot damn, of a good. Hot damn, of a good. Hot damn, of a good. Show me a light. Now show me a light, yeah. Snap that motherfucker to grid or something. Come on. Is this the grid? I think so. Practicing extreme restraint not to be spitting on this. It's gonna be magic. Create and now loop, bitch. Loop it. I think this is good. Sure yet. Misschien ga ik die ook even afwisselen gewoon. Because why not? Is beat. Whoop. Yeah. Snake Sestra zegt, wow, sounds good. Heel lekker, ja toch. Kierkreef zegt, 90 spaatjes blauw. Weet je wel, als je die kroegen toch wel afmaken, bro. Oeh nee, dit is vetter, zegt Niels Broos. Ja toch, die... Oké, zijn de oude kick en snare uitzitten nu op je fase. Ja, ik wil dus... Ik wil die snare juist leren, maar die kick heb je wel een punt. Laat maar checken. Wow.
vocal. Dat is eigenlijk ook wel gewoon een beetje die heaviness van die heavy kick. Wait, oh, stop it, stop it. Wow, daar zit iets. Ah, ik snap het al. I fucked that one up. Come out here. There you go. Oké, misschien was dat de fase die je hoorde. Is een interessant concept, fase. Ja. Ja, leg dat eens even uit in chat, Niels Broos. Doe even je thing. Teach Akuma type beat, wat de fase is. Of weet je dat al, Akuma? I don't wanna presume. Ik was vroeger zo tight dat als ik gewoon twee keer een verse inspitte, dat hij, als ik hem aanzette, gewoon in fase was. Dan moet je dus exact dezelfde geluidsgolf gaande hebben. Dus dat kan ook niet in layered kicks, toch, Niels? Als je identieke waveforms hebt, dat je elkaar cancelen. Ja, precies, kom maar. You lying, I'm not lying, I swear. I swear to God. Producers back in the day were like, yo, je bent te strak. I can't do this. It's just humble brag. Nee, het is niet eens humble. Het is brag. Super brag. Dat is echt een flex. It is. It is a flex. Maar ik zeg vroeger, omdat nu ben ik veel te... You know, I like the variations too much. Vraag maar aan Niels. Hij heeft de grootste moeite om een verse van mij te krijgen die gewoon super tight is. I don't like super tight anymore. Oké. Ik vind het dus lekker dat die andere kick een beetje melodiet. Even kijken. Maar die moet ik eigenlijk even... ja. Oh, wacht even. Nu, ik snap wat je bedoelt, man. God damn it. Je bedoelt natuurlijk die... Tijdens die andere part, als die voor de floor, dan kan die heavy kick niet meer door. Natuurlijk. 100%. That's the problem. Dit werkt wel met die four to the floor nou, man. Je bedoelde niet fase, je bedoelt gewoon zalig, toch? Hey. Woef. That's what he said. Wait, what's what he said? Sorry, man. Die vloog even langs me heen. Ik was even... Smooth, zeg je hier, Kref. Ja, man. Woep. Save again. Oh my god. Oh my god. Hey, ik hou wel van die 9 uur 's avonds op maandag, guys. Wat jullie? Het voelt wel nice, dit. Beter dan die donderdag, somehow. Ah. Gaan we donderdag misschien gewoon... ik ga het nog wel een keer proberen, hoor. Misschien was het gewoon de oorlog die uitbrak. We gaan gewoon... wat denken jullie? Wat denken jullie? Even in chat. Gaan we donderdag weer om 9? Donderdag nog een keer om 9? Maandag 9 en donderdag 5, zegt Akuma. Is een mogelijkheid. Kan zeker. Beste start van de week, zegt Delano Brandon. Ja toch, die maandag eraf gewoon bang. Licht in het donker. Woe! Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Shit, en ik heb nog 90 bars in mijn mail. Die ik nog ga checken als ik thuis ben. I can't do it now. Het mag echt niet. I can't do it. Delano Brandon, donderdagavond is al party night. True, it's true, man. 10:90, ja. Maar, nee, it is true, it's party night. So it's like a weird,
to be like producing and finding a mood together and talking about our shit. Like, no, we want to forget our shit op donderdagavond. Maar om, in order to forget our shit op donderdagavond, kunnen we donderdag om 5 uur 's middags alvast even gewoon al onze shit eruit krijgen. Een beetje in een pre-party mood, maar dan is 9 uur te laat voor. Dus we kunnen ook bijvoorbeeld 7 uur proberen. Oh. Bars, heat of koude kip. Hey. Ik ga ervan uit dat het awesome is. Maar het is moeilijker te incorporeren dan een zieke baslijn. Jesus, guys. Ik ben heel hype over deze beat, man. Wat willen we nog? Laatste ronde. Wat denken we nog? Brandon, ja, 5 uur is perfect, ja, for real. Line angelic iets. Je had hem, zegt hij. Van ons. Yeah. Ach, dat is wel nice om ook. Wat is dit? Ooh.
Damn, I like that. Goed idee, man. Ik vind dus die... Hele zachte vind ik wel lekker. Maar die oude, die harde, die moest inderdaad uit, man. Dat je gelijk in. Een limiter op je master. Goeie. Limiters. Harry-Ario. Woef. Hallo, hé. Altijd lekker, hè? Yeah. Variatietje. Leslie op deze. Was in Hammond. Chat heen browsen, want damn son. Even kijken hoor, Limit op je master was ik. Nadat ik vogeltje heb gedaan. Wat hebben we nog nodig? Fagier, Kref, een mooie vrouw die naast voor de camera langs loopt. Ik moet eerst lezen en dan pas hardop lezen. Want Kier Kref komt altijd met die gewoon. Ik moet eerst lezen, dan hardop lezen. Je kan mij zo getten, jongen, met dat soort shit. Of orchestra, right? Muziek is toch klaar voor het spitten. Ja, zou je wel zeggen, Kier Kref. Is gewoon ready. Delano, Brandon, als je nu die laag vocal weg hebt gedaan. Oké, deze ook moet denken aan een beat van Flexicon met een soort kung fu sounds. Dacht dat die van Made in the Shade Kings was, maar ik kan hem niet vinden. Ah, sick man. Damn. Gooi die ook even naar me toe, man. Ben ik benieuwd naar. Ja, ik wil een lange D'Angelo uithalen als extra lijn. Like that. Leslie op deze, Brandon, yes. Oh, dus die... Dan maak ik daar nog even een koortje van. Dat is heel D'Angelo om te doen. Oké. Okay. Maar eerst lees ik even door. Uh,
Lana Brandon is ook een optie voor de actual tekst. En dan in de bridge of zo. Sounds good, bro. Mans can sing. Hey, I try. Klinkt echt lofty nu. It does. Heilige shit. Severe darkness. Gaat los. Love that. Love that. Woo. Oh. Altijd even saven bij een glitch. Altijd even saven bij een glitch. Kijken. Leslie op deze. Wat bedoel je met Leslie? Bedoel je gewoon... dat doe ik even. Ik denk aan een Leslie. En een orgel, man. Aan een... bedoel je dat ook? Op dat zangspoor. Oh, wacht. Je bedoelt als effect of zo? Holler wat je bedoelt met Leslie dan. How does that work? Is that a thing? Kijk aan. Modulation. Is het een rotor cabinet? Gewoon deze. Stereo. Bang. Bedoel je die? Because holy shit. Yup, zegt hij. All right. Moet ik hier nog iets aan doen? Het is voor het eerst dat ik dit doe namelijk. Achter is lekkerder. Lekker is wel goed volgens mij. Real cabinet, sounds good for me. Oké. I like this. Ik wil even kijken. Wat misschien. Roto of spin? Is dat wat is nice? This is new for me. Ooh, I think I like this one. Okay. Oh. Like this? Eigenlijk moet er wat meer helderheid bewaard blijven. Sorry. Rode camera heet die plugin. Ja, Leslie op. Snel. Oké, linksonder. Oké. Acceleration. Boom. Even kijken. Verder naar onder. Oh, sorry. Fast. Now I get it. Nu I get it. Like this? Verder naar onder. That's what she said. Zeg je akkerf. Ik vind een goede That's What She Said is underrated. Die moeten we erin houden. Het is
Severe Darkness zegt lekker man, klinkt goed. Thanks. Ik vind het ook man, ik ben echt down met deze shit. Kijken of ik een klein beetje kan compenseren met wat meer... Ooh, what if I did this? Oké, laatste ronde was dit, guys. Zijn er nog Speak Now of Forever Hold Your Peace? I am super happy. Woef. Oh shit, ik moet ze afwisselen, denk ik, man. Wel even laten staan. Die en dan deze. Let me mute. Zet dat ook. Boom. Shit. Fuck. Oké. Ik dacht dat jij niet van clean sound hield, Craig David. How's this clean, man? This is dirty as fuck. Beide lekker, man. Afwisseling is dope. Ja, toch? Oké, digital. Dacht ik opeens zo. Klinkt prima, tweestemmig ook. Ja, true. Niks meer aan doen. Alleen die vocals heb je net too much getweaked. Ja, dat ben ik op zich wel eens. Dat moet ik eigenlijk, had ik die even in de, hoe heet het, in de sense moeten gooien in plaats van, want dan kon ik hem een beetje, doseren. Dat moet ik even, maar het wordt een beetje saai om nu allemaal uit te gaan vinden. Maar I'm with you, hij is een beetje overdreven. Ik kan trouwens ook gewoon even voor the time being eentje met eentje zonder doen. Boom. Die even uit. Kijk hoe dit beter is, ja? Yep, that's better. Ha 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 ha.
got you, Delano. I got your back. Niks meer aan doen, zeg je. Zeg ik ook. Ik denk dat ik gewoon iedereen ga bedanken, man. Dit was een epic episode weer. We zijn 2,5 uur bezig geweest. Perfect, zegt Delano Brandon. Yo. Ik heb ook nog steeds... Trouwens, even een shout-out naar... Die ik heb ingespit. Dat heb ik nooit vervangen met een actual sound. Maar it sort of works, right? De vuurpijl. Ik bedoel, als we hem er weer bij pakken in fase 2 of fase 3, dan mag Niels me wel weer een vuurpijl in mijn mail sturen. Tot die tijd, I'm gonna do this. Let's call it a night, zegt Delano. Me too, man. I'm with that. Hoeft niet, man. Is dope, zo. Ja, vind ik dus ook. Het is heel raar. Er is een glitch dat hij gewoon die loop opeens opnieuw begint soms. Dan save ik altijd, maar dan word ik altijd bang van. Anyway. Dat was iets. Dit was killer. Dit was killer. Dit was een gruwelijke sesh. Licht in het donker was het thema. Fucking shout-out to Ghibli. Sorry. Jullie zijn Japans, I know. Ik weet niet, what come over me. kroegtocht van 90 bars heb ik nog in mijn mail. Daar ga ik nog eventjes vanavond even van genieten. Die is nog niet voor deze fase. Thanks for coming. Het was een gekhuis. Jullie waren allemaal, hadden allemaal input. We zaten allemaal in de vibe. Niels, bro's, weer bedankt voor het komen. Please keep doing this. Ik hoop dat je misschien, weet je, omdat... Als jij nou donderdag... Oh ja, even conclusie voor donderdag. 5 uur was ideaal voor Delano. En Niels is vaak dan nog niet in de house, hè Niels? Holler is, even. Thanks for streaming. Thank you, man. Thank you for being a boss. En fucking... Dat je gewoon samples gooit. Elke episode weer gooi je gewoon shit. I love that shit. Dit is echt the way to do it. Zeker nu je zo ver weg woont. Is dat een vuurpijl? Lijkt wel een vliegtuig met de vogelgriep. Zeg ik kikker. Komt de beat beschikbaar? Nee, oké, digital. Laat me je uitleggen hoe dit werkt, right? Dit is LiveWriter. Je zit nu basically bij het proces van mijn nieuwe album, right? Dus je bent mijn label als je gaat doneren straks, want dat unlocken we binnenkort. Of je bent mijn muze, of je bent mijn inspiration. Je bent de real life waar deze hele project op gebaseerd gaat zijn. En dus de hele mission van LiveWriter is dat jullie in chat gewoon je leven gooien. En daarbij alle muzikale inspiraties die jullie voelen in het moment. Maar vooral ook die ervaringen delen, right? Dus ik doe dat altijd, I pay it forward. Over, weet je, whatever is happening with me. En mensen doen het in chat, like, yo, is this birthday, is that, this war, is light in the darkness, I'm talking about trying to get back in therapy. Gewoon het leven is waar we het over hebben, right? Het leven is wat langskomt in chat en waar we muziek op maken. En dan ga ik daar in fase 2, want dit is dus fase 1 is speedbeats. Fase 2 ga ik gesprekken voeren met allemaal mensen die we wel kennen, soort van uit het publieke veld, maar om de verkeerde redenen of misschien om gewoon vlakke redenen. En dan ga ik gesprekken met ze voeren over wat hun heeft gemaakt wie ze zijn, right? Beetje wat ik nu ook met jullie doe. Gewoon zo diep als maar kan. Als dat 3 uur duurt, fine, no problem. Gewoon talk, 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 talk. En daar maak ik een edit van een half uur. Van de meest inspiring shit die ik dan hoor. Of de meest pijnlijke shit, de meest epic shit, de meest hilarische shit, whatever. En daar ga ik dan een react vid op maken weer op deze channel als episode. Terwijl ik daar dan lyrics op ga schrijven, right? Op die message. Dus dan kies ik een beat uit deze fase. En dan ga ik de message die ik heb geïnspireerd, zeg maar, op die talk, ga ik dan omzetten in lyrics op een beat die past bij die moment. Bij de sfeer van dat gesprek, right? Dus als iemand... Bijvoorbeeld mij allerlei darkness vertelt in een openhartig gesprek, maar ook de lichtpuntjes daarbij brengt. En een soort van hoop, het wordt een gesprek met het thema hoop, zeg maar. Dan denk ik meteen aan deze. Denk, oeh, weet je, light in the darkness. Ik pak deze erbij en dan ga ik
geïnspireerd op die takkie, ga ik dan los met die lyrics. En dan zitten jullie weer in chat, dus dan kunnen jullie weer meedoen. Maar dat is een beetje de project. Vandaar dat ik ook niet nu even je 90 bars heb geopend. That's not how we do. Maar ik ga het nog steeds checken en you never know. Want in fase 3, dan is wel weer de moment dat ik dus met andere mensen, zoals Niels nu eigenlijk al doet, en zoals jij eigenlijk ook al gedaan, samen de boel wil afmaken. Dus als er inspiring artists zijn, instrumentalists, I don't give a shit. In fase 3, kom naar de stu of gooi mijn shit online en dan gaan we het album gewoon afmaken, right? That's how this works. Als je dit nog na wil lezen, kan je gewoon de intro van de show, daar staat het uitgelegd in een soort van GTA-achtig laadscherm. Dus de eerste 10 minuten van de show, zeg maar 10 voor, in dit geval 9 of 10 voor 5, als we volgende keer om 5 uur gaan. Which is by the way the final question, daar wil ik even conclusie over trekken. Maar dan heb je een beetje door hoe dit proces werkt. Dus er zit wel een soort van idee achter. En of course gaan we gewoon... we take it as it comes, weet je. Dus ik had ook niet gepland dat Niels mij allemaal shit ging sturen. Of de vorige keer dat hij mij ging uitleggen hoe very, very speed werkte. Waardoor we 2 beats hebben gemaakt vorige week. Dus I am definitely down for curveballs. Maar dit is een beetje het idee. Dus ik probeer heel erg om niet te lyrical te worden nu al. Zodat ik de boel open hou, zodat ik echt gewoon lyrics uit human conversation kan halen. Want dat is eigenlijk de main experiment van het hele project, Life Writer. Dus nu heb je... Beter doe je deze nog even very speeden voor de foto's en Niels Bros. Ja, dat wou ik dus doen. En toen gebeurde er iets geks. Maar wacht even, we hebben speed only. Very speed, speed and pitch, right? Als ik nu zo en dan... Yeah! Dit is wel een sicker BPM voor deze ook. Ja, very speed kan echt een heel gruwelijk ding zijn voor mij, omdat ik best wel de neiging heb om heel erg soort van slow te gaan. En voor je het weet krijg je een heel slow album. En als sommige dingen net even lekkerder werken als ze wat sneller gaan. Oh my god. Ik hou van deze beat, man. Tering. It's a blessing and a curse. It is. Ik snap het, man. Ik snap het. Want je raakt er zo in verstrikt dat je gewoon alles gaat opfokken. En dat de kern een beetje verdwijnt of zo. Maar nee, it is. Laten we het gewoon gebruiken als de blessing niet is. En de curse van mij. Dat komt wel goed. Maar het is wel epic. Of bedoelde eerst de blessing and the curse dat ik zo in de slow mode zit. Anyway. Laatste woorden. Ik wil even afspreken met jullie voor donderdag, man. Niels, kan jij niet even donderdag om 5 al komen? Want dan is Delano er ook, kan Delano er ook bij zijn. En dan is nog niet iedereen uit aan het gaan en zo. Because you and me, wij zijn solder nerds. Wij gaan niet uit, maar mensen gaan uit op donderdagavond. Dus I wanna bring the boys along. Been busy helaas, but maybe, right. Cool. Helpt het als het 7 uur is, Niels, bijvoorbeeld? We kunnen wel een nieuwe tijd experimenteren. Wie stemt er voor 7 uur? I kinda like 7 uur. Normaal begonnen we altijd om 5. Nu zijn we 9 uur geweest. Ik heb donderdag eerst wel een gesprek met agency, maar komt goed. Ja, Delano, chill, man. Sowieso, is gewoon, I'm just natte vingerwerkings. Ik bedoel, ik ga er niet vanuit dat iemand überhaupt er altijd is of zo. Dat, meer van, I'm trying to get the feel of this community. Van wat is de ideale shit. Fuck it, 7 is ook goed, ja. Nice. 7, is dat Niels? Kan jij maybe... laat het zo zeggen. Vergroot dat de kans dat jij er bent ook 7 uur, Niels? Want desnoods haak je gewoon aan... be there. Nice. Nice, Delano. Oh, je zit in studie onder. Oké, dus je kan sowieso niet. Nou, all good. Dan
Dan stuur je maar vast wat bass parts in mijn mail voordat je überhaupt de beat hebt gehoord. JK, man. 7 uur is voor mij prima, Keercraft. Nice. En dan wordt het 7 uur, man. Gaan we dat proberen. Akuma Type beat. Legend. You a legend, man. Your birthday boy. 23 and shit. Damn. Hey, dan wordt het 7 uur, guys. Ik ben down met deze movement. Ik ga het gewoon doen. 7 uur. Lovely. Oh, snap. Gefeliciteerd, Akuma. Ja, man. De man was jarig dit weekend. Hey, en Niels. Fucking Lee was ook jarig dit weekend. Hij is 5 geworden. How about that? Fucking Lego-trein bij mij thuis. Zo. So, als je het wat minder druk krijgt. Kom over. Kom over to the north. Over to the cold north. What? Ja, man. Ja, gek. It's birthday times. Anyway. Ik wil jullie allemaal bedanken. Is eeuw. Check even als je nog niet me volgt op Instagram. Dat je even naar de gram gaat. Naar Pax the Humanoid. Dan kan je een beetje terugkijken wat we hebben gedaan de afgelopen jaren. Niels en ik hebben een ziek album gemaakt. Mijn eerste solo album. En ik wil weten hoe ziek Niels kan toetsen spelen. It is all over that joint. Dus geniet daar ook even van. We hebben 2 clips ook gemaakt en gedropt op bijvoorbeeld ook de YouTube channel, waar ook Pax the Humanoid aanwezig is. Kun je ook gewoon volgen. Daar gaan we ook VOD's knallen. Dus van de vetste episodes, like this one, maken we gewoon edits. En dan knallen we die op de YouTube channel. Dus dan kun je daar nog even nagenieten in highlights. Plus we gooien daar gewoon de volle episodes ook op. Dus als je denkt, ik ga 2,5 uur in de auto zitten. Again. Eén space voor je ass. Dus dat. Alright, ik ga hem even op repeat zetten nog. Zodat we nog even lekker kunnen spacen on our way out. Thanks for your light in the darkness. I really, really needed it. Niels, the funky soul sound man. Yeah, yeah he is. Ik zweer erbij, beste toetsenist. In the world for me, I couldn't find... Ik zou niet weten wie ik anders zou willen dan Niels freaking Broos. Like, laten we over legend gesproken eventjes real recognize real. Hey, speaking of real recognize real. Y'all been real. Het was epic. Er zijn er genoeg. Ja, dat, maar dank. Ja, nee, I know. You into it. En dat zal ik over rappers hetzelfde zeggen. Like, that's how it goes. My love. Right back at you. My love, either way. Thanks. En ik zie jullie om 7 uur. Remind me, Akuma. Schrijf het op. 7 uur. Dat ik ook even die schedule. Want die was ik voor vandaag vergeten te veranderen. Dus die stond nog op 5. Dus ik kreeg ook appjes van om 5. Van, yo, waar ben je? En I was like, oh no, it's 9 today. Hey, Keercraft Pax, jij bedankt voor deze sessie. Jij bedankt, bro. Ik zeg, enjoy this beautiful life. Even during war, we all need some light in the darkness. Peace. We'll be right back.
making something special here, people. Thanks again. You are all appreciated. And I will see you motherfucking soon. Motherfucking soon. Donderdag om 7:00. Peace.